U verwacht op dit moment, net als wij verwacht hadden, waarschijnlijk beelden van het aftellen en van de lancering van de Space Shuttle Discovery vanaf Cape Kennedy. Die beelden zijn er niet, want de lancering van de Discovery is in ieder geval met een uur uitgesteld. De start zou zijn om 1:45. Het wordt dus op zijn vroegst 1:45. Het kan zijn dat er nog meer uitstel komt. Waarom is er sprake van het uitstel? Wel, de windsnelheden op grote hoogte zijn lager dan verwacht. En dat klinkt merkwaardig, maar de computers van de Discovery zijn nou eenmaal ingesteld op hogere windsnelheden. En men moet dus afwachten tot die wind voldoet aan de condities die vooraf zijn vastgesteld. Wij weten dus op dit moment niet wanneer de Discovery precies zal vertrekken. Misschien wordt het 1:45. In ieder geval komen wij om 3:00 terug met nadere berichten. Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Net als wij zit u waarschijnlijk vol verwachting klaar voor de lancering van de Space Shuttle Discovery. Wij zouden om 2:30 begonnen zijn met onze uitzending, waren het niet dat er een uitstel is aangekondigd van 1 uur lang. De shuttle zal dus op zijn vroegst om 3:45 vertrekken. Wij zullen dan om 3:30 met onze uitzending beginnen. Wat is er precies aan de hand? Wel, het uitstel is eigenlijk omdat het weer iets gunstiger is dan, dan men verwacht had. Dat klinkt wat merkwaardig, maar de windsnelheden op grote hoogte die zijn lager dan verwacht. De computers die de besturing van de Discovery regelen, die gaan ervan uit dat die winden dus wat sterker zijn. En dat betekent dat men moet wachten tot de wind aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wij komen in ieder geval om 3:30 terug met het laatste nieuws rond de lancering van de Discovery. We zien op dit moment beelden van Cape Kennedy. De 5 astronauten zijn klaar. Er zijn ook geen bijzondere technische moeilijkheden. Maar zoals ik al zei, de wind is moeilijk in de hand te houden uiteraard. Dit zijn beelden die we via CNN op dit moment binnenkrijgen. En we luisteren nu heel even mee. Al met al komt het er dus op neer dat de shuttle op zijn vroegst zal vertrekken om 3:58. Wij beginnen om 3:30 dan, als dat doorgaat met onze uitzending. In elk geval brengen wij u om 3:30 op de hoogte van de laatste stand van zaken. We zien op dit moment de beelden van Cape Kennedy. De White Room, dus de witte kamer waar de astronauten klaargemaakt worden voor de vlucht, waar zij instappen, waar ze hun helmen op krijgen. Dat is dus allemaal een paar uur geleden gebeurd. Het moet ook voor die astronauten niet leuk zijn om zo lang op hun rug te liggen. De reden waarom het gebeurt is natuurlijk ook vrij discutabel. Vanmorgen zei er een astronaut, ik had tot nu toe nog nooit van winden gehoord, laat staan van winden die te weinig snelheid hebben, maar aan de andere kant wordt er alles aangedaan nu om deze vlucht te doen slagen. En naarmate men preciezer is en naarmate men meer controlepunten 100% wil hebben, is de kans op het uitstel natuurlijk groter. En met deze beelden van Cape Kennedy nemen we dus voorlopig even afscheid van u. We komen terug om 3:30 om u op de hoogte te brengen van de situatie zoals die dan is. Graag tot dan.
Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Een miljoen mensen op Cape Kennedy. Miljoenen mensen overal ter wereld, maar dan voor de tv-buis. Om te kijken naar de lancering van de Space Shuttle Discovery. De eerste lancering sinds de ramp met de Challenger, nu bijna 3 jaar geleden. We hebben op dit moment even beelden van Cape Kennedy. Hier is de zogenaamde afvuurkamer. Op dit moment zijn we weer bezig met aftellen. In die zin, het aftellen is gestopt 10 minuten geleden, maar dat was een geplande stop. Bij T-minus 20 minuten wordt de klok voor 20 minuten stilgezet. Zo'n zogenaamde ingebouwde built-in hold is er om de technici de gelegenheid te geven probleempjes die gerezen mochten zijn nog even te verhelpen. Vanaf nu is het nog ongeveer 10 minuten dat die built-in hold doorgaat, dan wordt het aftellen weer hervat bij T-minus 20 minuten. Dan wordt er doorgeteld tot T-minus 9. Dan is er opnieuw een ingebouwde stop van 10 minuten. En dan gaat de klok weer lopen tot het moment 0, het moment van de start van de Challenger. Dat is de situatie nu. Het ziet er dus naar uit dat we zo rond 10 over 4 gaan vliegen. Mocht er aanleiding zijn om langer te wachten, dan zal dat ongetwijfeld gebeuren. Het weer heeft vandaag nogal wat roet in het eten gegooid. Ik heb dat al eerder verteld ook. Er was namelijk te weinig windsnelheid en de programma's van de shuttle waren nu eenmaal ingericht op een hogere windsnelheid en een hogere luchtlagen. We zien hier de deur van de Discovery die intussen dicht is gemaakt. Dit is een deur die gewijzigd is. Er zijn zo'n 400 wijzigingen in het hele shuttle systeem aangebracht sinds de ontploffing van de Challenger. Die deur is gewijzigd in die zin dat die kan worden weggeblazen. Er kan dan een mast naar buiten worden gestoken en de astronauten kunnen in een noodsituatie de shuttle verlaten. Dat kan echter niet gedurende de start, dat kan alleen maar als de shuttle bezig is met aanvliegen voor een landing en het duidelijk is dat die niet op een normale landingsstrip kan neerkomen. Dan kunnen ze op die manier de shuttle verlaten. Beelden nu van de Discovery op lanceerplaats 39B. Alles ziet op dit moment goed uit. Dumping of the Ops 1 program. Het aftellen gaat nog steeds door. Dat wil zeggen, de aftelprocedure loopt. Er zijn geen belangrijke technische problemen. Het lijkt me dat, terwijl wij kijken naar deze beelden, het misschien goed is om toch nog even stil te staan bij die vlucht van de Challenger op 28 januari 1986. En nu bijna 3 jaar geleden. En toen het 73 seconden na de start fout ging. Zullen we even beelden van de Discovery, de naam van het ruimteschip is goed te lezen. Er wordt vaak gezegd in welk opzicht verschillen die ruimteschepen nou van elkaar. De Challenger die in de tijd ontplofte, die was in feite gelijk aan de 3 overige shuttles, de Discovery en de Atlantis en de Columbia. Maar na het ongeluk met die Challenger zijn er nogal wat wijzigingen aangebracht. En die wijzigingen die zijn natuurlijk in al die 3 overblijvende shuttles verwerkt. In deze cabine hier zitten de astronauten op dit moment met z'n 5 te wachten, of liever liggen ze te wachten op de lancering. Misschien nog het moment om even uit te leggen hoe dat shuttle systeem in elkaar zit. Er bestaan altijd nogal veel misverstanden over. We zien het eigenlijke ruimtevliegtuig. Dat zit tegen een grote bruine tank. Daarin zit 2 miljoen liter brandstof voor de motoren van het ruimtevliegtuig zelf. Links en rechts daarvan staan 2 opduwraketten. Die zijn vanuit deze hoek iets minder goed te zien. Dat zijn eigenlijk grote voetzoekers. Die zitten vol met vaste brandstof. Hier zien we die rechter opduwraket heel goed. En die opduwraketten die leveren het grootste
eerste deel van de voortstuwing bij het opstijgen. De motor van zo'n opduwraket, van zo'n booster, heeft 2 keer zoveel vermogen als de 3 motoren van het ruimtevliegtuig zelf. Vanuit de helikopter kijken we naar de lanceerplaats. En de beelden die ik u net beloofd had van die ramp van toen, die gaan we nu even kijken. De ramp van 28 januari 1968. Dat was toch het moment waarop de Amerikaanse ruimtevaart in feite een halt kreeg toegeroepen. En de inleiding tot 2,5 jaar van moeizaam werken aan de terugkeer van de Space Shuttle. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Roger, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading down range. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go and throttle up. Challenger, go and throttle up. Controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We have no downlink. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Again, to repeat, we have a report relayed through the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. We are now looking at all the contingency operations and awaiting word from any recovery forces in the downrange field. 7 astronauten, 5 mannen en 2 vrouwen kwamen bij de ramp met de Challenger om het leven. Waaronder 1 onderwijzeres, Christa McAuliffe, die de eerste normale passagier van een Space Shuttle zou zijn geworden. En dit zijn dan de 5 mannen die op dit moment in de shuttle klaar liggen voor de lancering. Het zijn alle 5 ervaren figuren. Rick Hawk is de commandant van deze vlucht. Hij is 47 jaar oud. Hij maakte al eerder 2 shuttlevluchten. En daarbij was de eerste vlucht waarbij niet alleen 2 kunstmanen werden uitgezet, maar ook 2 kunstmanen die defect waren, werden opgepikt en teruggebracht naar de aarde. Richard Covey is de piloot, hij is 42 jaar en ook hij maakte eerder een vlucht met de Space Shuttle. Mike Lounge is een zogenaamde mission specialist, een vluchtspecialist, 38 jaar oud. En ook hij heeft eerder een vlucht met de shuttle gemaakt. Hetzelfde geldt voor George Nelson, die vanwege zijn rossige uiterlijk Pinky Nelson wordt genoemd. Hij is astronoom en 38 jaar. En tenslotte hebben we Dave Hilmers, ook 38 jaar oud. Hier hebben we opnieuw beelden van de lanceerkamer op Cape Kennedy en nu van het platform.
39B. Fuel cell load adjust is complete. En we are at T-minus 9 minutes and holding. Ja, we zijn nu op het moment aangekomen, T-minus 9 minuten, waarop er weer een stop is. Die stop is normaal 10 minuten, maar indien nodig zal die periode nu worden verlengd. In feite is er vandaag tot ongeveer 5:30 gelegenheid om de Discovery te lanceren. During this count, which we expect to be extended, we'll be listening for the completion. Ik hoor dat het verwacht wordt dat de periode waarin de klok stilstaat langer zal zijn dan de geplande 10 minuten. T-minus 9 minutes and holding. This is shuttle launch control. Intussen willen wij u toch even bezighouden met een aantal gesprekken die wij gemaakt hebben voor deze lancering op Cape Kennedy. Het is interessant om te horen wat de mensen die direct zijn betrokken bij deze vlucht denken over deze hernieuwde start van Amerika's ruimtevaartprogramma. En het eerst komt aan bod General McCartney, de directeur van Cape Kennedy. I tell people around here that I don't want anyone to be standing around when we launch STS-26 and feel like there's something they wish they had done. Now's the time to get that that space machine ready to fly in the best way we know how to do it. Niet alleen op Cape Kennedy wordt er en is er heel hard gewerkt aan de terugkomst van de Discovery. Maar natuurlijk ook op Mission Control in Houston, de twee centers die de belangrijkste rol spelen bij deze vlucht. Everything that we've got, everything in our bag of tricks, we dumped it out. And now nothing goes back in the bag of tricks until you take it, you look at it, you hold it around. You make sure that everybody is happy with the way we're doing business. So it's been 2 years worth of a lot of tedious looking at the way you do things to make sure that you're doing things the right way. We kijken hier weer even naar de beelden van de Discovery op de lanceerplaats. Roger, forward with oxidizer 70 fuel 69er. Het is goed om er nog eens op te wijzen dat ondanks alle verbeteringen die nu zijn aangebracht, de eerste 2 minuten van de vlucht zeer riskant blijven. Dat zeggen de astronauten zelf ook. Want die eerste 2 minuten, dan zijn die grote opduwraketten actief. Die kunnen niet worden gestopt. Als er iets misgaat, is er geen ontsnappingsmogelijkheid voor de astronauten. Alle ontsnappingsmogelijkheden die er zijn, die gaan ervan uit dat de Space Shuttle dan al langer dan 2 minuten heeft gevlogen en die beide grote opduwraketten weg zijn. De neus van de Discovery. De Discovery heeft verschillende mogelijkheden om ons verhaal nog even af te maken. Tot ontsnapping wanneer er iets fout gaat tijdens de vlucht. Wanneer blijkt dat kort na de start de 3 eigen motoren van de shuttle veel te weinig vermogen hebben. Bijvoorbeeld wanneer er 2 van de 3 niet werken. Dan kan de shuttle nadat de 2 vaste brandstofraketten zijn afgevallen terugkeren op Cape Kennedy nadat hij zijn grote brandstoftank heeft afgesloten. Is het zo dat er bijvoorbeeld 2 van de 3 motoren werken, dan bestaat de mogelijkheid om over de Atlantische Oceaan heen naar Afrika te vliegen en daar te landen. At the present time, astronaut office chief Dan Brandenstein taking off in the shuttle training aircraft to fly approaches to the runway and to take a look at the weather here in the Kennedy Space Center area. Van Brandenstein, een van de astronauten, is nu op weg in een vliegtuig, de shuttle trainer, die gebruikt wordt om landingen met de shuttle te oefenen. En hij gaat kijken in verband met de procedure die ik u net noemde, of er op de strip van Kennedy Space Center zelf een goede landing gemaakt kan worden voor het geval dat nodig mocht zijn. The people who do loads analysis are in the process of taking a look at those winds and running through their computer programs
to determine whether we can launch today. But in nog the steeds meantime, blijkt de wind de voornaamste sta in de weg te zijn. We completed the dump of the general purpose computer and now the comparing of that with the programs in the computers here on the ground is in process. In the meantime, back at the Johnson Space Center, everything is in readiness there, and we switch to them for an update. En terwijl er op Cape Kennedy nog steeds naar de winden wordt gekeken en die windsnelheden worden gemeten, zijn we weer terug bij het vluchtleidingscentrum in Houston. Monitoring systems on board the Space Shuttle Discovery and keeping an eye on the weather at the transatlantic abort sites and the network. Voice checks between the crew in Houston have been conducted. All positions in the flight. De vluchtleider in Houston is Charles Shaw. U zag hem net al even. En wij spraken onlangs dus met hem en wij vroegen hem hoe belangrijk deze dag, de dag van vandaag, is voor de medewerkers van NASA. We have a lot riding on STS-26. We want to make sure that the American public and public in general, the whole world is going to be watching us. The American space program has always been a leader, and we intend to make sure that we are back in the business of manned spaceflight. So STS-1, we had went through an awful lot of the same type of making sure that all the I's are dotted and the T's are crossed before we go fly. We're doing the same thing here again. It's been a long time. We went had a very traumatic event, losing an orbiter and a crew. So we're going to make it very, very sure that nothing like that, no stone unturned, I guess is the saying, is going to be able to be get back in the system again. There are risks, but we're going to make those risks manageable. Dat was Charles Shaw in Houston en hier kijken we weer opnieuw in de lanceerkamer op Cape Kennedy. Het weer is dus nog steeds een belangrijk probleem. De windsnelheden die gemeten werden vanochtend lagen rond de 30 km per uur. Terwijl men gerekend had op 60 km per uur en die snelheden zaten dus ook en zitten dus ook in de computer van de Discovery. NTD flight on 212. Yes, sir. You ready to do a RTLF launch, a weather briefing? That is correct. All right. Copy that. We'll set up 231. Stand by. Okay. Stand by. Als je met deskundigen praat van NASA over deze vlucht, als je met hen praat voorafgaand aan deze vlucht, dan werd in het algemeen gesteld dat men niet verwacht dat de vlucht fout zal gaan. Dat zou een ramp betekenen voor het Amerikaanse bemande ruimtevaartprogramma. Maar wel dat de kans op uitstel tamelijk groot is. Er zijn duizenden punten in de Discovery, 40% meer dan vroeger het geval was, die moeten voldoen aan bepaalde specificaties. Men is niet bereid om daarbij een aantal punten over het hoofd te zien. Vroeger was het zo dat er vaak zogenaamde wevers werden gebruikt. Dat wil zeggen dat bepaalde zaken werden weggewuifd omdat die een lancering in de weg stonden. Men oordeelde dan kort voor de lancering dat die punten niet zo belangrijk waren. Dat zullen we nu niet meer meemaken en vandaar dus ook dat de kans op uitstel veel groter is. Vanochtend was er een astronaut die zei, ik heb nog nooit eerder meegemaakt dat er over winden werd gepraat bij de lancering. And that's negative. I don't need that. Okay, I copy. Locked record copy. NTD, locked record. Right. Flight indicates that the RTLF weather briefing is not required this time. Okay. Overzicht van het moerassige landschap van Cape Kennedy. Het ruimtevliegtuig zelf is zo groot als een DC-9, 37 meter lang. De totale combinatie is 53 meter. Elk van die opduwraketten levert 1160 ton stuwkracht en de drie hoofdmotoren van de shuttle samen 630 ton.
En die drie hoofdmotoren die betrekken, zoals ik al zei, hun brandstof uit die grote bruine tank, waar 703 ton aan vloeibare zuurstof en vloeibare waterstof in zit. Well, MCD, this is Launch Director. Based on our current status out there, terwijl we wachten op de start, is het misschien interessant om eens te vragen aan een astronaut hoe die denkt over deze komende start en over de risico's daarbij. En we zien daarover Anna Fischer. Confident we are going to go launch, but I think it's very important that we not launch until we have solved all the problems that we know about. We're never going to have a totally risk-free business. Going into space is always going to have risk associated with it, but I think it's imperative that we reduce that risk as much as possible, and that is what the safety program is all about. Ja, dat veiligheidsprogramma is dus enorm uitgebreid. Honderden punten in het shuttle-systeem zijn gewijzigd. Dat betekent niet dat het systeem op die honderden punten inderdaad ook slecht was. Maar men moest nu toch een aantal dingen noodzakelijk veranderen na de ramp met de Challenger. En van die gelegenheid is gebruik gemaakt om het hele systeem van de shuttle te polijsten. Op dit moment zien we de mogelijkheid van de shuttle om over de Atlantische Oceaan heen te landen, of in Spanje, of in Afrika. Dit is natuurlijk archiefmateriaal wat we op dit moment bekijken. En hier zijn we weer bij de technici die bezig zijn het luik te sluiten. Hier zien we beelden van een lancering van de Space Shuttle, waarbij die in een noodsituatie verkeert. Zijn eigen motoren werken niet voldoende. Hij draait om, vandaar dat hij ook zo op zijn rug liggend als het ware wordt gelanceerd. Hij draait om, stoot zijn tank af en maakt een noodlanding op Cape Kennedy. We hebben U ziet heel duidelijk de landingsbaan in beeld. En dit is dan een uitleg van een van de NASA-ingenieurs over de mogelijkheden die de Space Shuttle heeft om in een noodsituatie een noodlanding te maken. The maneuver takes about 22 minutes. Although computer data says it would work, no one knows for sure if the vehicle would survive the aerodynamic stress. John Zarella, CNN. De terugkeer op aarde wordt ook nog altijd als een risicovol gebeuren gezien. Dit is weer CNN die we er even tussendoor krijgen. Terwijl wij met u wachten op het hervatten van de aftelling. It is approximately a half hour from now at the earliest. Ik hoor nu dat er op zijn vroegst over een half uur van nu kan worden gelanceerd. From the Air Force weather people, both for the Kennedy Space Center and all of the other sites around the world, including Edwards Air Force Base in case of an abort once around, Space Harbor in New Mexico, and of course... Het weer moet niet alleen op Cape Kennedy aan de juiste voorwaarden voldoen, maar ook op al die plaatsen waar de shuttle in een noodgeval zou moeten landen. Commander Rick Houck has completed the... leak checks, the initial leak checks of the cabin, and also the redundant leak checks are underway. There is two valves which are in series in the cabin vent. De bemanning van de Discovery is intussen bezig met het afwerken van de zogenaamde checklist. Er is zojuist bekeken of de cabine inderdaad goed luchtdicht is. Weer een blik op het luik. Het ziet er dus naar uit dat we niet eerder dan half vijf een lancering van de Discovery zullen kunnen zien. The weather in the abort areas. And are in the process of going through the tasks that are necessary to get us to a launch this morning. The primary objective of the STS-26 mission is the launch of a tracking and data relay satellite known as TDRS.
The largest telecommunications satellite ever built. Tedros is a tracking station. De vlucht van de Discovery zal 4 dagen en 1 uur gaan duren, 97 uur. Tijdens die dagen zal er onder meer, in feite al 6 uur na de start, een grote communicatiesatelliet worden uitgezet, de TDRS. Die bedoeld is voor het onderhouden van verbindingen tussen de aarde en de Space Shuttle in de toekomst. Contractor for the satellites and the ground facilities are TRW Space and Technology Group, Redondo Beach, California, and Harris Government Systems Division of Melbourne, Florida. There's one TDRS already. We zien nu de voorbereidingen om de Witte Kamer, die tijdelijk aansluit op het luik van de Discovery, om die Witte Kamer weg te halen. Die zit aan een lange arm, die kan worden weggedraaid. En dan komt de Discovery dus vrij te staan voor de lancering. Straks, als de technici deze zogenaamde white room verlaten hebben, dan zal die Witte Kamer dus helemaal worden weggedraaid aan die lange arm. Er worden nog wat plakkertjes van de hittebestendige tegels van de Discovery getrokken. Dit is dus niet alleen het lijk waardoor de bemanning naar binnen gaat, maar ook het lijk waaruit ze moeten ontsnappen in een noodsituatie. Ik heb u al verteld dat dat toch maar in een zeer beperkt aantal gevallen zal kunnen werken. Zeker niet tijdens de startfase als die grote raketten op vaste brandstof in actie zijn. Er zijn 2 methoden ontwikkeld in het afgelopen jaar om de astronauten gelegenheid te geven te ontsnappen uit de shuttle. Ontsnappen tijdens de terugkeer in de dampkring, dus tijdens het aanvliegen voor de landing. De eerste mogelijkheid was er een waarbij elke astronaut een klein raketje kreeg aangebonden en dus met die eenpersoonsraket uit de shuttle werd geschoten. Dat systeem had 2 belangrijke nadelen. Het was tamelijk zwaar en bovendien was het niet zo'n opwekkende gedachte om al dat vuurwerk, die raketjes, in de cabine van de Space Shuttle te moeten meevoeren. En daarom is er gekozen voor een uitschuifbare paal van 3 meter lengte. Het luik wordt eerst weggeblazen, dan wordt die paal naar buiten gestoken en via die paal glijden de astronauten naar buiten, vallen naar de aarde, waarna hun parachute zich opent en ze of op het land of op het water kunnen neerkomen. Ze hebben daarvoor ook al middelen bij zich. Als ze op het water neerkomen, hebben ze een reddingsboot. Ze hebben vloeistof om hun positie te markeren. Ze hebben opvallend oranje ruimtepakken aan. Nu, waardoor ze ook goed vanaf grote hoogte zichtbaar zijn. Ze hebben noodzenders bij zich, noodrantsoenen. Die ruimtepakken, die drukpakken, zijn nu nodig geworden. U herinnert zich dat bij bijna alle voorgaande shuttlevluchten de astronauten in lichte werkoveralls vertrokken. Dat is nu voorbij in verband met de mogelijkheid dat ze op grote hoogte uitstappen in een noodsituatie. Dat is dan een hoogte waarop de luchtdruk zeer laag is en daar moet je dus een soort van ruimtepak hebben. Het is dus een gedeeltelijk drukpak wat ze nu dragen. Opnieuw een blik in de zogenaamde white room. Technici leggen nu de laatste hand aan het werk wat daar nu praktisch is gebeurd. Ongeveer 7 minuten voor de lancering zal deze white room worden teruggetrokken. En dan hebben de astronauten dus geen mogelijkheid meer om snel uit te stappen en weer naar beneden te gaan. Cabin pressure is now steady at 14.9, DTDT is 0.
We horen dat met de cabinedruk van de shuttle alles in orde is. En we zijn zo op dit moment ongeveer een half uur af van de lancering van de Discovery als alles verder volgens plan blijft verlopen. This is shuttle launch control at T-minus 9 minutes and holding. Everything continuing to go very well in the preparations for launch of STS-26 this morning. We have not settled on a firm T-0 or launch time yet, waiting for a confirmation that we have completed the basic tasks that need to be done prior to doing that. The redundant leak checks of the cabin have been completed by Commander Rick Hauck, and the pressure in the crew module brought back to its normal pressure. We're planning that the NASA test director or launch director will brief the crew now on what the plan is. Tentative plan right now is to pick the count clock up at 11:21 local time, Eastern time, for a T-0 at 11:30 local, pending weather okay. Pending weather go. The plan to pick up the count at the 11:21 point with a. Dat betekent dat 9 voor half 5 de countdown weer wordt gestart. De klok staat dan op T-minus 9 minuten en dat betekent om half 5 een lancering. In feite zitten we nu naar steeds dezelfde beelden te kijken. In afwachting van die lancering stel ik voor dat we even gaan kijken naar een aantal opnamen die wij gemaakt hebben in Amerika. En die een overzicht geven van al die zaken die ertoe moeten leiden dat de veiligheid van de astronauten belangrijk wordt verhoogd. Ik wijs u erop dat de astronauten in deze film nog blauwe drukpakken dragen. In werkelijkheid dragen ze nu rode opvallende druk pakken die het makkelijker maken hen ook na een noodlanding weer op te sporen. De IMU hold time is 150 minutes. Dit nieuwe systeem omvat een nieuw lage drukpak met nooduitrusting, een uitschuifbare mast, een kabelbaan op de lanceerplaats en een noodglijbaan. De persoonlijke nooduitrusting van iedere astronaut bestaat uit een lage drukpak en een parachutesysteem. Met ingang van de komende vlucht zullen de astronauten dus niet meer in lichte overalls vertrekken. Het nieuwe pak is geen echt ruimtepak, maar het biedt de nodige bescherming om een mens in leven te houden beneden 30 kilometer hoogte voor ongeveer een half uur. De helm is een drukhelm uit één geheel, gemaakt van fiberglas met een groot beweegbaar plexiglas vizier en een draaibare koppelring. De helm is zo op het pak bevestigd dat het hoofd van de astronaut volledige bewegingsvrijheid heeft binnen de helm. Een lichtgewicht hoofdkapje met microfoons, koptelefoon en stootkussentjes wordt onder de helm gedragen. Omdat de helm een eendelige drukhelm is met een nekring, kan hij niet zonder meer los van het pak worden gebruikt. Om toch de helm alleen te kunnen dragen in een baan op de aarde is een extra adapter ontwikkeld. Daardoor is het mogelijk via de helm zuivere zuurstof in te ademen, voorafgaande aan een ruimtewandeling en in noodsituaties waarbij de helm als zuurstofmasker moet dienen.
Vanwege het gevaar van plotseling drukverlies in de cabine en daardoor het koken van het bloed op grote hoogte, is het nieuwe kostuum ook als drukpak uitgevoerd. Om gevaarlijke verplaatsingen van vloeistoffen en gas in het lichaam bij het terugvallen van druk te voorkomen, wordt druk uitgeoefend via een systeem van opblaasbare slangen. Er is wel voor gezorgd dat de gewrichten zoveel mogelijk bewegingsvrijheid houden. De druk in het pak is steeds even groot als de luchtdruk in de helm. Een drukregelaar regelt automatisch de druk in het pak, afhankelijk van de omgevingsdruk, dus van de hoogte. Het onderste deel van het pak geeft bovendien onafhankelijk daarvan de nodige ondersteuning tegen de vertragingskrachten die optreden gedurende de terugkeer naar de aarde. Het drukpak stelt de astronaut in staat zeer lage luchtdruk te overleven en beschermt hem tegen koude lucht op grote hoogte en tegen koud water na een noodlanding. Omdat het pak uit veel lagen bestaat, werd een ventilatiesysteem ontwikkeld om te voorkomen dat de astronaut het te warm krijgt tijdens de lancering en de terugkeer wanneer het pak wordt gedragen. Het systeem ventileert het pak met normale lucht uit de directe omgeving. Een nooduitrusting is ondergebracht in de zakken van het pak en omvat een noodradio, een seinspiegeltje, chemische lichtstaven, rookpatronen, signaalpatronen, een mes om de parachutelijnen door te snijden, pillen tegen zeeziekte en een zaklamp. Het parachutesysteem bestaat uit een harnas en een rugzak met parachutes. Het is uiterst licht, zodat de astronauten gemakkelijk kunnen bewegen van hun stoelen naar het ontsnappingsluik. Het systeem dient tevens als rugkussen gedurende lancering en terugkeer en het is er ook op berekend om de belastingen tijdens het glijden over de ontsnappingsmast van de shuttle gelijkmatig te verdelen. Bovendien bevat het parachutepak een automatisch ontplooiingssysteem, een loodsparachute, een stabilisatieparachute, de hoofdparachute, een eenpersoons rubberbootje, markeringskleurstof en een noodbaken. Het zuurstofsysteem zit aan de astronaut vast via het harnas en het levert zuurstof als dat nodig is. Het inschakelen van dit systeem kan gebeuren op elk moment gedurende de sprong op grote hoogte of tijdens ontsnapping op de grond. Het systeem bestaat uit twee zuurstofcilinders en twee drukregelaars. Elke zuurstofcilinder heeft een inhoud van 1250 cc. De drukregelaars zijn op de cilinders gemonteerd. De astronaut schakelt het systeem in, waarna de zuurstof stroomt naar een regelaar in het drukpak. Het parachuteharnas bevat een automatisch systeem dat in zout water onmiddellijk de parachute ontkoppelt om te voorkomen dat een astronaut onder water wordt getrokken door een nog open parachute. Het harnas bevat ook een lus waaraan de astronaut over de mast naar beneden kan glijden, een drijfkraag en 2 liter drinkwater. Een persoonlijke ontsnappingslijn kan gebruikt worden om de shuttle te verlaten als het zijluik geblokkeerd is en er uitgestapt moet worden via een raam boven in de cabine. Zwemvesten zitten onder elke arm van het drukpak en ze worden automatisch opgeblazen bij contact met water. Een drijfkraag houdt het hoofd van een bewusteloze astronaut boven het wateroppervlak. De eenpersoons reddingsboot zit aan de onderkant van het parachutepak. Een astronaut die het reddingsbootje gebruikt, krijgt op die manier een comfortabel, stabiel, goed zichtbaar en beschuttend verblijf waarin hij de gevaren van de open zee kan overleven. Het bootje wordt in water automatisch gedeeltelijk opgeblazen door een van de 2 koolzuurcilinders. Eenmaal in het bootje kan de astronaut het helemaal opblazen door met de hand een 2e koolzuurcilinder in te schakelen.
De astronaut komt dan diep in het bootje te zitten dat voldoende hoge zijkanten heeft. Aanvullende bescherming ontstaat door het gebruik van de drijfkraag om het hoofd van de astronaut. Als vastgesteld is dat de bemanning uit de shuttle moet ontsnappen, op het lanceerplatform of op de grond na de landing, vraagt de commandant de bemanning het toestel te verlaten. Elke astronaut maakt zich dan los van zijn stoel en parachutepak. Bij een noodsituatie op het lanceerplatform, bijvoorbeeld bij brand, zullen de astronauten uitstappen uit het shuttle-luik, terwijl de hele installatie met tonnen bluswater wordt bespoten. Ze zullen de aangrenzende Witte Kamer binnengaan en over de loopbrug naar de kabelbaankooien hollen. Elke kooi kan langs de kabel bliksemsnel 3 astronauten naar beneden brengen. Eenmaal op de grond heeft de bemanning de keus een betonnen bunker binnen te gaan of een panzerwagen te gebruiken om snel uit de buurt van de shuttle te komen. Bij een noodontsnapping na de landing gaan de astronauten via het luik naar buiten gebruik maken van een opblaasbare glijbaan. De astronauten lopen dan snel tegen de wind in van de shuttle weg om gevaarlijke gassen te vermijden. Voor ontsnapping tijdens de vlucht moet aangenomen worden dat de bemanning van tevoren weet dat er uitgestapt moet worden. Om ervoor te zorgen dat de astronauten bij het uitstappen de vleugel van het ruimtevliegtuig niet raken, werden 2 verschillende ontsnappingssystemen ontworpen en getest. De eerste mogelijkheid was er een waarbij een kleine raket werd gebruikt om een astronaut naar buiten te trekken. Bij het gebruik daarvan vliegt de raket eerst op een gasstraal naar buiten voordat de eigenlijke raketmotor wordt ontstoken. De motor brandt een halve seconde en dan wordt de trekkabel ontkoppeld als de astronaut voldoende ver van het ruimtevliegtuig is. Een gewoon vliegtuig met een ingebouwd shuttle-luik werd gebruikt om het tweede systeem te testen, namelijk een uitschuifbare mast. Die werd uiteindelijk gekozen omdat die veiliger is in het gebruik en bovendien lichter. Om dit systeem te kunnen gebruiken moet de commandant ervoor zorgen dat het ruimtevliegtuig langzamer vliegt dan de geluidssnelheid en het toestel vrijwel horizontaal beweegt. Op een hoogte van 20 kilometer wordt de lucht uit de cabine weggepompt totdat de druk binnen gelijk is aan die van de omringende lucht. Daarna wordt het luik ontgrendeld en explosief weggeblazen op een hoogte van 10 kilometer. Nu blijven er nog ongeveer 4 minuten over voor de shuttle de grond bereikt vanaf een hoogte van 8 kilometer. Op dit moment maakt een astronaut zich los van zijn stoel en steekt de ontsnappingsmast door de deuropening naar buiten. De gekromde mast, die 10 centimeter dik is, is 2,5 meter lang. Elke astronaut op zijn beurt komt nu uit zijn stoel en maakt een lus aan de mast vast, juist aan de binnenkant van de deuropening. De astronaut neemt een hurkhouding aan en valt met het hoofd vooruit naar beneden. Daardoor komt hij in een foetushouding terecht. De verbindingslijn komt los van het harnas 2 seconden nadat de astronaut het eind van de mast is gepasseerd. Als de astronaut uit de buurt van de shuttle is gekomen, wordt een kleine parachute ontplooid om zijn val te stabiliseren. Op een hoogte gelijk aan of minder dan 4 kilometer gaat de hoofdparachute automatisch open. De schok van het openen wordt verkleind door reeflijnen die de grootte van de opening regelen.
Dat waren dus de beelden van de veiligheidsmaatregelen die ontwikkeld zijn om de zekerheid van de astronauten bij deze en de volgende vluchten te verhogen. We kijken nu weer naar een rechtstreeks beeld van de Discovery. We zijn er nog ongeveer 15 minuten van de lancering verwijderd. De director of NSTS program for operations for NASA. To report to the launch director and then, rechts dus opnieuw een beeld, een van die vaste brandstofraketten. Precies die rechterraket die het bij de vorige vlucht liet afweten. Er zijn nu, zoals bekend, betere afdichtingen ontwikkeld tussen de vier moten waaruit die raket is samengesteld. En als alles goed verloopt, dan zal er dus dit keer niet heet gas ontsnappen door zo'n afdichting zoals bij de ramp met de Challenger gebeurde. NTD, flight on 212. Go ahead, flight. I have a short, brief weather status for the crew when we can work it in here. Okay, now's a good time. Capcom, go ahead. Discovery Houston. Go ahead. Okay, I've got your towel weather for you. Prime towel is maroon. The weather is clear and 7+. Altimeter 29er, 9er 3. And your winds at maroon 250, 10 gusting to 15. That's a breakdown of 7 knots of gusting to 11 knots of headwind, 7 gusting to 10 knots of right crosswind. Ben Gurion is currently 10,000 broken, 22,000 broken in 7. It's no-go for winds. The winds are currently 070, 15, gusting to 20. They also have Virga within 15 miles of the field. Banjul, currently 1,200 scattered, 1,800 scattered, 13,000 scattered in 7. Winds 050 at 6. And they have CBs northwest to northeast of the field. Both Ben Gurion and Banjul are available as a contingency site. Ja, dit was dus het weerrapport wat doorgegeven is aan de bemanning van de Discovery. En het lijkt erop dat het weer zowel op de lanceerplaats als op de diverse velden waar eventueel een noodlanding zou moeten worden gemaakt, acceptabel is. Go ahead. Okay, ECOM, we're very close on the upper limit on CGO2 sensor A. 12 minuten voor de start. De drie hoofdmotoren van de shuttle. And we're looking for confirmation that after we pick up the clock at 9 minutes that an increase of. Ze zijn draaibaar opgehangen om de shuttle te sturen en ervoor te zorgen dat hij keurig verticaal omhoog gaat. STC flight. Het principe van die zwenkbare motoren lijkt op dat van een bezem die je op je vinger balanceert. STC copies and one other thing, NTD. Because of the concern of the increase in cabin pressure with the new suits, we could potentially get a master alarm, which would cause us to hold as we count down. And with that, we'll status the condition at that time and give you a go. Okay, I copy. And a GLS entity. Let's go. Right, we may cancel pending at this time, and what we'll do, we'll go ahead and work the remainder of the steps in an orderly manner and then give you a go. Op één man rust op dit moment een zeer belangrijke verantwoordelijkheid, op astronaut Bob Crippen. Bob Crippen was degene die met John Young samen in 1981 de eerste Space Shuttle vloog. En Bob Crippen is degene die nu verantwoordelijk is voor alle veiligheidsaspecten van de vlucht. En hij moet dus beslissen of deze vlucht gemaakt kan worden of niet. Het feit dat Bob Crippen deze verantwoordelijkheid
heeft, is een gevolg van de discussie die na de ramp met de Challenger ontstaan is. En waarbij men moest vaststellen dat tot dan toe de astronauten vrij weinig te zeggen hadden gehad over de vraag of er al of niet gelanceerd zou kunnen worden. Dat is nu dus anders. NTDSRO and 212, go SRO. A final clear to launch from the range. I copy, SRO. Okay, Conway and Brinkfield is a skip on 133. Het lijkt er nog steeds op dat de lancering doorgaat. NTD, please, go ahead. Okay, we're ready. 10 minuten van de lancering. You're ready for, okay, stand by if you would, payloads, and line director. What I'd like to recommend is that as soon as we get the smash check complete, we give the team a 3-minute count out to a 9-minute counting. I copy. Okay, let me finish the final poll here. Payload operations management. Launch director, ops manager on 212. Een blik op lanceerplaats 39B. Wat opvalt is de vrij gedrongen vorm van die Space Shuttle, heel anders dan bij die Maanraketten vroeger, die daar geweldig 120 meter hoog bovenuit torenden. Bij de vlucht van een van die Maanraketten overigens, is, dat was bij de vlucht van Apollo 12, de bliksem ingeslagen in de cabine en vanaf dat moment is er een bliksemafleider geïnstalleerd op het lanceerplatform, die belangrijk hoger staat dan de shuttle zelf. En rechts zien we dan de watertank. Die tank bevat een enorme hoeveelheid water. Water wat op het moment van de start, u zult dat hopelijk straks ook zien, als een soort van waterval over dat lanceerplatform stroomt om met name de geluidsgolven te onderdrukken. Geluidsgolven die een verwoestende werking zouden kunnen hebben op de structuur van de Space Shuttle. Op dit moment zijn we op T-minus 9 minuten. De klok is gestopt. Launch director, excuse the interrupt, proceed. Okay, well that's... We wachten op een beslissing van de lanceerdirecteur om verder te gaan met aftellen. CDR, we could not hear weather's report. CDR, we copy. We need a repeat on weather. Yeah, he's down in the mud. Cape weather, launch director, you want to summarize the turn-off? De grote klok voor de perstribune op Cape Kennedy staat op T-minus 9 minuten. Er zijn overigens veel minder persmensen op de Cape dan er gesolliciteerd hadden naar een plaats daar. Dat komt omdat de luchtmacht die verantwoordelijk is voor de veiligheid heeft beslist dat er zo weinig mogelijk mensen op de Cape moeten zijn die daar niet direct iets te maken hebben, die niet direct betrokken zijn bij de lancering. En dat is weer een gevolg van het onderzoek na de ramp met de Challenger en later van een Titan 34D-raket die ontplofte. Onderzoek wat heeft uitgewezen dat brakstukken van zo'n ontploffing over een zeer groot gebied verspreid kunnen worden, over een veel groter gebied dan men aanvankelijk had gedacht. Er zitten op de tribune nu ongeveer 1400 persmensen, terwijl er 4000 zouden kunnen zitten. De overigen zitten op wegen in de nabijheid. En die perstribune die is zo'n 5 kilometer van de lanceerplaats verwijderd. We kijken nu naar een overzicht van de lanceerplaats voor de Space Shuttle op Cape Kennedy. En rechts zien wij het grote assemblagegebouw waar de Space Shuttles worden klaargemaakt voor hun vluchten. We zien in de verte aan de horizon de twee lanceerplaatsen die momenteel in gebruik zijn. En links dus lanceerplaats
39B, waar de Discovery staat te wachten op het finale woord van de lanceerdirecteur. En die lanceerdirecteur is Bob Sieg. This is Shuttle Launch Control. We have just heard Launch Director Bob Sieg receive a go from all elements of the launch team, including Bob Crippen, who is the Deputy Director of the National Space Transportation System and the head of the Mission Management Team. We'll be picking up the count down clock at 11:28 at the T-minus 9-minute point, which would give us a liftoff time at 11:37. Eastern Daylight Time this morning. During this period, recorders which document the operation of the final Bob Sieg, die ik u net noemde, de lanceerdirecteur, die heeft intussen het bericht gekregen van de diverse mensen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende systemen. En ook van Bob Crippen, dat het licht op groen staat, dat de lancering door kan gaan. Bob Sieg heeft dan ook opdracht gegeven om de klok weer te starten. Op 28 minuten over 4 onze tijd. Dan beginnen we dus weer af te tellen vanaf T-9. Dat betekent dat om 7 over half 5 de lancering zal plaatsvinden. Wat moet er tijdens deze vlucht van 4 dagen gaan gebeuren? Dat is natuurlijk op de allereerste plaats het uittesten van deze vernieuwde Space Shuttle. Natuurlijk is het zo dat er honderden zogenaamde verbeteringen zijn aangebracht, maar die verbeteringen moeten zich altijd nog in de praktijk bewijzen. Verder zal zo'n 6 uur nadat de shuttle in zijn baan op de aarde is gekomen een hele grote communicatiesatelliet worden uitgezet. Een satelliet die in feite voor de regering werkt en voor NASA. En die gebruikt wordt om gegevens die afkomstig zijn van andere kunstmanen, maar ook de stemmen van de astronauten die in de baan op de aarde draaien, door te geven aan de vluchtleiding, in dit geval in Houston. Tot nu toe was het zo dat de Space Shuttle niet gedurende zijn hele baan om de aarde, die 1,5 uur duurt, in contact was met de vluchtleiding. En dat zal dus wel het geval zijn vanaf het moment dat deze zogenaamde TDRS-satelliet en zijn voorganger, die al in de ruimte is, actief zijn geworden. Thank you, Bob. We're sure looking forward to it. Launch Director Bob Sieg giving a message to the crew and an answer from Commander Rick Hauck. The clock will resume in just 5 seconds from now. 3, 2, 1, T-minus 9 minutes and counting. En de klok loopt weer. En dat betekent dat vanaf dit moment een computer, de zogenaamde Ground Launch Sequencer, het verdere proces van de aftelling in de hand heeft. The Ground Launch Sequencer is part of the launch processing system. And operates by relaying commands to the onboard computers, which then report back to the LPS system that the commands have been executed. 8 minutes, 30 seconds, and counting. The primary job of the onboard computers is to check that all of the launch commit criteria. Over een minuut moet de arm met daaraan de witte kamer die we straks in beeld zagen, de arm waarover de astronauten naar de shuttle lopen, moet worden teruggetrokken zodat de shuttle vrijkomt voor de lancering. Coming up the 8-minute point, T-minus 8 minutes and counting. Nog 8 minuten. The orbiter test director has requested that Houston send the stored program commands, which is the final update on antenna management and frequency changes. This ensures that the orbiter has the latest information to speak to various ground tracking stations as it circles the Earth. Roger, flight proceed with transmission of the stored program command.
T-minus 7 minutes, 30 seconds and counting. And the ground launch sequencer has started retracting the orbit. En hier zien we dat moment waarop die arm wordt teruggetrokken. Het lijkt alsof de Discovery beweegt, maar in werkelijkheid beweegt deze arm met die witte kamer waarin een televisiecamera gemonteerd is. En hier zien we dat dan gebeuren. T-minus 7 minutes and counting. Er zitten overigens nog meer dingen in de weg voor er een lancering kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld de kap, een soort van afzuigkap bovenop de grote tank. Die ontsnappende, verdampende zuurstof wegzuigt. In feite zit er vloeibare zuurstof in die grote tank. IJskoude vloeibare zuurstof, zelfs kouder dan ijskoud. En de damp die daarbij vrijkomt, die zou, wanneer die niet werd weggezogen, de grote tank aan de buitenkant bedekken. Dat zou ijsafzetting opleveren en dat zou weer tot gevolg kunnen hebben dat brokken ijs tegen het hitteschild van de shuttle aanvliegen. Vandaar dat het ontsnappende gas boven wordt afgezogen. Nou, die kap die daarvoor gebruikt wordt, die moet dus ook nog weggedraaid worden. We zullen dat hopelijk straks zien. Dat gebeurt om 3 minuten voor de start. We've passed the 6 minute point, T-minus 5 minutes, 54 seconds in counting. OTC, PLC, AQ, pre-starts complete, pre-grade top bench. Copy. T-minus 5 minutes, 30 seconds in counting. Mission Control has transmitted the signal to start the onboard flight recorders. The two recorders will collect measurements of shuttle systems during flight and be played back afterwards. At the 5 minute point, the orbiter test conductor will ask pilot Dick Covey to start the auxiliary power units, which provide hydraulic power for steering and controlling flight surfaces. De piloot Dick Covey heeft zojuist de zogenaamde hulpkrachtbronnen gestart. Daar is niet direct een goed Nederlands woord voor, maar dat zijn machines in de shuttle die de nodige druk leveren, oliedruk, voor het opereren bijvoorbeeld van de roeren van de shuttle en die er ook straks voor moeten zorgen bij de landing dat de wielen naar buiten komen. The liquid oxygen replenishing of the LOX tank has been terminated at this point. And the liquid oxygen fill and drain valve is closed. Tot op vrijwel het laatste moment is er nog vloeibare zuurstof getankt. The auxiliary power units up and running according to pilot Dick Covey. Roger, that's complete. De hulpkrachtbronnen die ik zojuist noemde, die zijn ingeschakeld, ze werken. Coming up on the 4 minute point in the count. Nog 4 minuten voor de lancering. Over een half minuut zal de Discovery overschakelen op zijn eigen batterijen en dus los zijn van de grond voor wat de energievoorziening betreft. The orbiter flight control surfaces such as elevon, speed brakes and rudders are now being moved through a pre-programmed pattern to verify that they're ready for launch. We zien nu het draaien van die roeren om te kijken of ze inderdaad goed werken. T-minus 3 minutes 30 seconds. All three engines now being moved in a pattern to verify their readiness. Op dit moment ziet u ook de hoofdmotoren van de shuttle bewegen. After going through their paces, they'll be aligned to their start position. En die zullen nadat ze helemaal beproefd zijn in dit opzicht, dus alle noodzakelijke bewegingen hebben gemaakt, weer teruggebracht worden in de lanceerpositie. Iets wat vergelijkbaar is met het testen van de roeren van een vliegtuig wat op het punt staat te vertrekken. En de gaseous nitrogen purges of the main engines will be terminated. The ground launch sequencer has started to retract the gaseous oxygen vent hood or beanie cap on the external tank. De afzuigkap boven de bruine hoofdtank van de shuttle wordt nu teruggetrokken.
at the 37-second point. T-minus 2 minutes, 30 seconds in counting. Ground supplies of hydrogen... Nog 2,5 minuut. Hier zien we die kap omhoog gaan. ...has been turned off. Discovery is now running on its onboard reactor. Die wordt vervolgens ook weggedraaid en dan staat de Space Shuttle vrij om te worden gelanceerd. Coming up on the 2-minute point in our countdown. 2 minuten. De reusachtige tank, hier ziet u hem met boven vloeibare zuurstof en onder vloeibare waterstof. 2 miljoen liter is nu helemaal op druk. De Discovery is nu helemaal op zijn eigen energiebronnen aangewezen. T-minus 90 seconds and counting. Less than 2 minutes away from the launch of STS-26 and a crew of 5. And van de lancering van deze STS-26 vlucht. De 26e vlucht van een Space Shuttle en de 7e vlucht van de Discovery. We are anticipating the clock will hold at T-minus 31 seconds due to a failure. We have not heard what that is yet. Er komt nu bericht dat de verwachting is dat de computer het aftellen zal stoppen op T-minus 31 seconden. Vanwege een probleem dat nu nog niet duidelijk is. 50 seconds and counting. We're going to clear the air and proceed. Get a concurrence from the launch director to proceed. Het aftellen gaat nog steeds door. We will not stop the clock. The orbiter computers have positioned the vent doors, T-minus 31 seconds. We have a go for auto-sequence start. Discovery's 4 redundant computers have assumed. T-minus 23 seconds and counting. 23 seconden, het aftellen gaat toch door. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10. We're go for main engine start, 7. 6, we have main engine start, 3, 2, 1, 0, and liftoff! Liftoff, Americans return to space as Discovery clears the tower. Roger, roll, Discovery. Crew confirms roll program, Houston now controlling. 3 engines at 104%. 3 good APUs, 3 good fuel cells. Standing by to begin throttle down to 65%. Engine throttling down now to maintain a certain speed as the spacecraft passes through max Q. Three engines at 65% now. Glad to see engines begin to throttle back up at about 59 seconds. Mark 1 minute, velocity 2,300 feet per second, altitude 5.9 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Discovery, go at throttle up. Roger. Discovery given a go at throttle up, 3 engines at 104%. Velocity 3,200 feet per second, altitude 10.8 nautical miles, downrange distance 8 nautical miles. At 25 seconds from solid rocket booster separation. 1 minute 45 seconds, 3 engines at 104%. We zijn nu nog 20 seconden verwijderd van het afstoten van de hoofdraket, een heel belangrijk moment, omdat daarmee een van de gevaarlijkste onderdelen van het Space Shuttle systeem verdwenen is. En hier zien we die raketten inderdaad wegvallen. De Space Shuttle Discovery vervolgt zijn weg naar de ruimte op de kracht van zijn eigen 3 hoofdmotoren die hun brandstof betrekken uit die reusachtige bruine tank. 5600
feet per second velocity, 31.8 nautical miles. Altitude, downrange distance, 38 nautical miles. Three APUs still running at normal speed, three good fuel cells. De hoogte is nu iets van 80 kilometer. Alles werkt uitstekend. We'll be hearing some call-ups here shortly from the CAPCOM about the capability to reach transatlantic sites. Velocity 6,200 feet per second, altitude 41 nautical miles, downrange distance 60 nautical miles. We zien op dit moment niks meer en hier is dan het platform 39B met zijn verlaten aanblik, de plek waar de Space Shuttle Discovery zojuist is vertrokken. Intussen zijn de astronauten het punt gepasseerd waarop ze een noodlanding zouden kunnen maken op Cape Kennedy. Maar dat is ook niet nodig, want alles werkt uitstekend. We luisteren nog even mee naar het commentaar. Return status and mission control positions, all report go. Three engines still 104%, velocity 7,600 feet per second, altitude 53 nautical miles, downrange distance 107 nautical miles. We naderen nu de 100 kilometer hoogte. De Space Shuttle moet uiteindelijk in de baan komen op een hoogte van 288 kilometer. Maar de eerste baan om de aarde, de aanvankelijke baan, wordt na 8,5 minuut na de start bereikt. That call-up indicates Discovery now can no longer turn around and return to the launch site in the event of an abort. 4 minutes 20 seconds, velocity 87. Wonderlijk dat die Space Shuttle nog steeds op die hoogte van zo'n 100 kilometer in het oog kan worden gehouden. Zo nu en dan verdwijnt hij even achter de toch een tamelijk zware bewolking. En dan krijgen we als alternatief de lanceerplaats weer te zien. Standing by for press to ATO call. Press to ATO, select Banjo. Sort out. Follow-up indicates Discovery could reach an abort to orbit on two engines if that were to become necessary. Het is nu al duidelijk dat de Discovery in ieder geval in een baan om de aarde kan komen. 65.7 nautical miles, downrange distance 203 nautical miles. Standing by for a Presto Migo call. Zodra zullen we Migo krijgen, dat betekent main engine cut-off. Dat betekent dat de hoofdmotoren van de Space Shuttle zijn uitgeschakeld en het toestel in zijn aanvangsbaan om de aarde komt. Later zal die baan nog worden aangepast tot de gewenste hoogte van 288 kilometer. En dat moment van het uitschakelen van de hoofdmotoren is nu gepasseerd. Discovery, performance nominal. Performance nominal, alles werkt zoals het verondersteld wordt te doen. Six minutes, 10 seconds, velocity 13,900 feet per second, altitude 68 nautical miles, downrange distance 323 nautical miles. Discovery, single engine Banjul 104. Roger. That call-up indicates Discovery could achieve a single-engine landing at Banjul if that were to become necessary. Banjul, one of the transatlantic abort sites. Intussen passeert nu dus ook het moment waarop de Space Shuttle nog een noodlanding zou moeten maken, of zou kunnen maken, als een van de motoren mocht uitvallen. Dat is overigens niet het geval. Titan's officer reports good navigation aids and main engine cutoff is expected at 8:33. Discovery, single engine press 104. Roger. The
Discovery's crew told that they can press on the main engine cutoff in the event of a two-engine failure. Three engines running at 104%, three good APUs, three good fuel cells, velocity 20,000 feet per second, altitude 61 nautical miles, downrange distance 527 nautical miles. Engines beginning to throttle now to maintain 3 G's. De druk die de astronauten op dit moment ondervinden is 3 G. Dat wil dus zeggen dat ze 3 keer zo zwaar zijn als normaal. De Space Shuttle heeft, behalve die 3 hoofdmotoren die hem in zijn baan om de aarde brengen, ook nog 2 kleinere motoren die gebruikt worden voor baanveranderingen en voor het afremmen als de shuttle gaat terugkeren naar de aarde. Die 2 kleine motoren betrekken brandstof uit eigen kleine tanks en die 3 hoofdmotoren krijgen hun brandstof dus uit die grote tank die wordt afgestoten, die bruine tank, net voor de shuttle in zijn baan om de aarde komt. Nog even een beeld van CNN. En terwijl de Space Shuttle Discovery nu in zijn baan om de aarde komt, is het voor ons het moment om afscheid van u te nemen. Ik vertel u nog even, deze vlucht gaat 97 uur duren. Hij is om 4:30 vertrokken. Hij zal dus om 5:30 landen op maandag aanstaande. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Start 7, 6, we have main engine start, 3, 2, 1, 0, and liftoff! Liftoff, Americans return to space as Discovery clears the tower. Roger, roll, Discovery. Crew confirms roll program, Houston now controlling. 3 engines at 104%. 3 good APUs, 3 good fuel cells. Standing by to begin throttle down to 65%. Engine throttling down now to maintain a certain speed as the spacecraft passes through max Q. Three engines at 65% now. Glad to see engines begin to throttle back up at about 59 seconds. Mark 1 minute, velocity 2,300 feet per second, altitude 5.9 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Discovery, go at throttle up. Roger, go. Discovery given a go at throttle up, 3 engines at 104%. Velocity 3,200 feet per second, altitude 10.8 nautical miles, downrange distance 8 nautical miles.